mensen allemaal? Nog blij in de Heer allemaal? Ja. Ja, tuurlijk hè? Zeker. Kan niet anders hè? Als je Jezus kent en Jezus hebt in je leven, nou, dan ben je gewoon een blij persoon. Ondanks je moeilijkheden en ondanks alles wat je meemaakt, kan je toch blij zijn in de Heer. Want de Heer geeft blijdschap, vrede en liefde. En daar ga ik het over hebben, over de liefde. Nou, wat is de liefde van God? En hoe kan het toenemen in je leven? De liefde van God, dat is het belangrijkste, hè? Van alle geboden is dat de hoogste gebod. En, Hans heeft net over principes, maar de liefde is daar ook een van. Dat is eigenlijk een gebod, net als andere geboden van de Heer. Dan moet je je ook aanhouden. En vooral als de Heer moeilijke mensen op je weg brengt, nou dan ga je leren om lief te hebben, hè? Hoe moeilijk het ook is. Ja, dan wordt het heel moeilijk om lief te hebben als mensen niet zo makkelijk zijn, zeg maar. En God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf, staat er in de Bijbel. Dus het is onze taak om aan te werken, om steeds weer in de liefde van God te blijven. Ja. Mensen hebben toch liefde nodig, of niet? Hè? Zonder liefde? Nou, dat wil haast niet. Alle mensen hebben liefde nodig, want zo heeft God ons gemaakt. Gods woord zegt dat de mensen worden getrokken naar hem, omdat ze zien aan de onderlinge liefde bij zijn kinderen. Daardoor wordt de wereld getrokken om tot Jezus te komen door die onderlinge liefde. Dat zien ze hoor, in de wereld. En liefde houdt zoveel in. Het is niet alleen dat je zegt, ik hou van jou. Maar ook aan je daden kunnen ze het zien dat er liefde is. Er moet ook aan gewerkt worden, hè? En het is niet altijd makkelijk. Zoals ik net zei, ja, als je elkaar lief hebt en het gaat van zelfspreken, dan is het makkelijk. Maar je hebt ook zoveel mensen en relaties waar het heel moeilijk mee is. Dat het niet zo makkelijk is. Daarom hebben wij God altijd nodig in ons leven, voor alles. Voor heel je leven eigenlijk. Ja, en soms moet je ertoe zetten om lief te hebben. En omdat God zegt dat je vijand ook lief moet hebben. Ook je vijand. Nou, dat is het moeilijkste wat er is. Je vijand. Hè, als iemand, laat ik zeggen, een beetje moeilijk doet. Hè, en hij zegt lelijke dingen, dat gaat nog wel. Maar een echte vijand, zoals in de oorlog, nou, die moet je dan lief hebben. Net als Corrie ten Boom, hè? Corrie ten Boom. Die moest ze ook vergeven, die man in het kam, hè? Die beul, hè? Die Joden heeft vermoord. Ja, die ontmoeten ze en dan moeten ze daar vergeven. En die man, die kwam bij haar en die zei tegen haar: vergeven. Wat ik gedaan heb. Zoiets was dat, hè, dat verhaal. Ja. En nou, ze had er wel moeite mee, hoor. Ja, ik kan me wel voorstellen, als je iemand ziet die zoveel mensen heeft vermoord, ja, dan denk je ook bij jezelf, nou, ik geef hem geen enkele hand en geen enkele groet. Zou ik ook denken. Ja, daar zijn we mensen voor. Maar toch moest ze hem wel vergeven en ze heeft het toch gedaan. Met moeite, maar ze heeft het gedaan. Want weet je, als je vergeeft, dan ben je vrij, hè? Als je niet vergeeft, dan ben je net zo ver als die man die ook haat heeft. Ja, dan trek je dat naar jezelf toe.
Dus vergeven houdt veel in, hoor. Dat is niet alleen het woordje vergeven, maar als je de daad bij het woord brengt, dan is vergeven, dan kun je zien dat het je losmaakt en je vrijmaakt. En je gaat ook steeds verder groeien. Want zoals Hans ook al net zei met die principes, is dat ook een principe om te vergeven. En daarvoor in de plaats komt de liefde. Als je gaat vergeven, dan komt de liefde van God ook over jou. En dan kan je steeds meer lief hebben, steeds meer vergeven als je daarmee begint. Nou, ik weet wel dat het moeilijk is, hoor. Dus het is een wisselwerking, hè, van wat ik net zei, als je vergeeft, dat er ook meer zegen gaat komen. Dus liefhebben is ook een taak. Net als vergeven van God, is het ook een taak aan ons gegeven om lief te hebben. En het is ook een les om daarin te oefenen, om hierin ook steeds weer te overwinnen, 24 uur van de dag. Om te overwinnen, hè? Je hebt zoveel dingen om te overwinnen in de Heer. Maar de liefde is toch het hoogste gebod, dus. En vooral als je heel moe bent en je kan niet meer, nou, dan moet je maar gaan liefhebben. En die andere is, zeg maar, kriegelig en vervelend. Nou, en jij bent heel moe, dan moet je maar in de liefde blijven. Nou, dat is ook een oefening. Dat is heel moeilijk. Nu gaan we even lezen Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 9. Ja, dit is ook een mooi stuk. Kijk hoor. De liefde tot God, het grote gebod. Dit nu is het gebod. Dit zijn de inzettingen en verordeningen die de Heere uw God bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen. Opdat gij de Heere uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u heden opleg. Gij en uw zoon en uw kleinzoon al de dagen van uw leven. En dan moet je hier dus opletten wat er staat erachter als je daaraan houdt. Opdat gij lang leven moog. Dat vind ik een heel belangrijk stuk. Opdat gij lang leven moog. Want je hebt ook, als je vader en moeder eert, hè, dat staat er ook in de Bijbel, dan zal hij je leven verlengen. Maar als je al zijn inzettingen onderhoudt, dat je dan lang leven krijgt van de Heer. Dat staat hier duidelijk op. Dat is zijn belofte. Dat geldt niet alleen voor de mensen vroeger, de Israëlieten, maar dat geldt ook voor ons. Hoor dan Israël en onderhoud ze naastig, opdat het u wel gaat. En opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heere, de God, uw vader, u heeft toegezegd, in een land vloeiende van melk en honing. Hoor Israël, de Heere is ons God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Amen. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u, even kijken hoor, en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.
Even kijken waar ik gebleven ben. Vers 10. Ja, dat, ik ben al uitgelezen hoor. En er zijn ook mensen die van kinds af heel moeilijk hebben gehad. Zonder liefde groeien ze dan op, hè? Dat heb je ook, hè? Mensen, die, ja, je hoort het vaak, ook in de nazorg en onder de christenen, ja. Als je eens wist wat voor leven ik gehad heb. Ik heb nooit liefde gekend. Ik weet niet eens wat dat is. Totdat ik Jezus ontmoet heb, toen wist ik wat liefde is. Maar die mensen die groeien dan heel scheef op, hè? Helemaal met een complex en depressies, want ze hebben nooit liefde gekend. Ouders waren hard. En ze deden nooit iets goed. Ja, dat hoor je ook vaak. En dat is heel triest. Wat ze allemaal hebben moeten meemaken en waar ze doorheen zijn gegaan. Dus echt hoor. En als de kinderen later groot zijn, dan plukken de ouders daar de vruchten van. Want, het staat ook in de Bijbel, wat je zaait, zul je oogsten. En dan plukken ze daar de vruchten van, dat die kinderen niet meer willen komen als ze getrouwd zijn, of ze willen niks meer met hun te maken hebben. Dat krijg je dan, omdat ze nooit liefde hebben ontvangen. Dus het is zaak dat je in gerechtigheid zaait en in liefde. Dus als je een kind in liefde opvoedt, zul je later daar de zegen van ondervinden. Ja, dat is waar. En God heeft het voorbeeld al gegeven door ons lief te hebben. Hij voedt ons op in de liefde. God is daar een voorbeeld hierin. Toen hij Jezus aan het kruis, zijn zoon heeft gegeven, toen hij aan het kruis ging voor onze zonden. Is God daar al een voorbeeld van, dat hij zijn enige geboren zoon aan ons heeft gegeven, opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven aan de wereld. En je kunt van alles organiseren, hè? Heel veel dingen doen en heel goed, hè? En geweldig. Je kunt van alles doen, maar heb je de liefde niet? Nou, dat voelen de mensen ook wel, hoor. Als er geen liefde is, hè. Stel, we hebben een God en er is helemaal geen liefde, hè. En je komt binnen, alles is... Dat voel je direct, want een mens is zo geschapen dat hij dat ervaart. Of er liefde is of niet. Dus liefde geeft altijd weer zegen. En kijk maar naar de verloren zoon, hè. Daar hebben we al zo vaak over gehad, hè? Om een lang verhaal kort te maken. Nou, jullie weten wel, de zoon die ging dan weg bij die vader, hè? Om de wereld te verkennen. Al zijn erfenis heeft hij meegenomen, het geld. Nou, en die vader denkt, ja, ik ben hem kwijt, ik ben mijn zoon kwijt. Maar na een lange, lange tijd ging het mis met die zoon, zoals jullie weten. Toen kwam hij weer terug. En hoe ontving zijn vader hem? Nou, dat zie je alweer in de liefde. Hij geen enkel verwijt. Hij zegt niet, nou, had je maar niet moeten doen, hè? Nee, helemaal niet. Hij was veel te blij dat die zoon weer terugkwam. Dus zo'n liefdevolle vader is hij. Wij als mensen natuurlijk, wij hebben onze fouten en gebreken. Wij zeggen snel, had je ook niet moeten doen, jongen. Ja. Kijk, daar heb je dan alweer, hè. Nou, dat is je eigen schuld. Weet je dat God liet zien aan dit verhaal dat hij dat is? Dat hij dat nooit zal doen. Hij zal dat nooit doen. Hij zal jou nooit verwijten gooien naar je hoofd. Hij ziet wel dat die zoon spijt heeft. En die zoon die is het niet waard, zei hij ook. Dat hij, hè, weer alles krijgt van die vader. Maar... Die vader was zo liefdevol om hem weer te ontvangen met open armen. Eigenlijk is het een voorbeeld voor ons, hè. Als er bijvoorbeeld ook zulke dingen in ons leven komen,
met ja, misschien kennissen of je vrienden of, ja, of familie of kinderen, dat je ook zo reageert, hè. En natuurlijk mag je ze opvoeden in de vrezen des Heren, natuurlijk wel. Maar dat wij ook niet elke keer smijten, hè, met stenen van, ah, dat had je niet moeten doen en je bent een dommerd en ja, dat hoor je vaak. Dus daar is God ook al een voorbeeld in. En Spreuken 10 vers 12, dat zegt, haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen. Gods liefde gaat over grenzen en Gods liefde gaat veel dieper dan onze liefde. Ik heb thuis een tegel hangen met een spreuk, ja, die hangt hier in de gang. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Dat is waar, hè? Zelfs dieren, hè? Dieren. Ik heb twee katten. Ik ben een schatje zo. Ja, je moet wel van dieren houden, hè? Sommige mensen houden niet van katten. Of ze zeggen, ja, ik ben allergisch voor. Ja, dat kan. Maar dieren die voelen zelfs heel goed aan als je hun lief hebt. Die zijn daar heel gevoelig in. En je hebt dan ook plezier van je dieren als je je dieren goed behandelt en liefde geeft. En dan zijn ze ook nog slim ook, hè? Ja, ze zijn heel slim ook. En ze zijn intelligent, hè? Als je steeds met ze praat en ja, aandacht geeft en leuk met ze omgaat, liefde geeft, nou, dan moet je zien. Ik heb het ook meegemaakt, hoor, met mijn katten. Toen God de aarde had geschapen en de mensen en alles wat hier leeft op aarde, weet ik zeker dat God dat ook met liefde heeft gedaan. Ja. En hoe knap een mens in elkaar is gemaakt, hè? Ik zal zo een voorbeeld geven, hè. God heeft niet zo maar even ons gemaakt, maar echt met beleid en hoe hij dat allemaal zou doen. Ja. Kijk, ik geef even een voorbeeld. Kijk maar naar je maag. En je maag, dat is net een molen. Die maalt het eten fijn. He, als je gegeten hebt, dan wordt het heel fijn gemaakt. Stel dat God die liefde niet had en hij heeft alles zomaar gemaakt. Stel, hè. En je zegt, ah joh, dan doe ik daar een lange buis in en dan komt het eten er doorheen. En het is net een glijbaan en hij komt er weer uit. Ja, dat kan toch? Maar hij heeft het zo met beleid gemaakt, hij weet precies. Eet wordt gemalen en alles werkt zo zoals, ja, zoals wij hier staan en zijn. En dat is geweldig zoals God dat heeft gedaan. Ja. Dus je maag is net een molen, hè. In de schepping zie je ook de liefde. Volle werken van God, hoe mooi alles is gemaakt, prachtig. Dus je kunt nog zoveel werk verzetten en offers brengen, en offers brengen aan de Heer. En de liefde is er niet, nou, dat heeft geen zin, want Hosea 6, vers 6, dat zegt, in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. Dus het leven zonder liefde is kleurloos en geurloos. Liefde geeft licht en leven. Als je naar de zon kijkt, hè, zoals nu ook, het is nou weer te warm. Hè, dan zeggen ze, nou, ik wou dat het nou lekker warm wordt. En nou is het weer, ja, bloedheet. Moet je ook even aanwennen. Iedereen heeft warm. En ze zitten allemaal te puffen, hè, zo. Maar God wist dat wij warmte nodig hebben en dat wij licht nodig hebben. En daarom heeft hij de zon gemaakt. Anders was het de hele dag nacht geweest, donker geweest en kil.
En zo is het ook met de liefde, net als de zon. Zo is het ook met de liefde. Liefde maakt harde harten zacht. Liefde kan mensen niet... Oh ja, liefde kan mensen uit de depressie halen. Is waar hoor. Als iemand in een depressie zit... Heel erg in de put, zeg maar. En dan komt in één keer een mevrouw aan, of een juffrouw, of een man. En die troost haar. En die ervaart de liefde. Nou, dat is meteen genezing. Meteen genezing voor die persoon, hè. Dus liefde werkt genezen. En dat is ook als een medicijn. Net als Gods woord een medicijn is voor ons geestelijk leven. Ik zal even nog een stukje voorlezen. Jesaja 6 vers 3 tot en met 7. Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heer voor ons heeft gedaan. De goedheid die hij het volk van Israël bewees. In zijn ontferming en onbegrensde liefde. Nou, als je dan kijkt naar, als je dan leest in het woord, hoe vaak staat er niet over de liefde, hè, van God? En Hooglied spreekt daar ook over. En in de wereld, als ze liedjes hebben gemaakt, nou let maar op, dat is, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Ja, al die liedjes, dus mensen... Die God niet kennen, die weten ook wel wat liefde is. Tuurlijk wel. Dus de liefde is gewoon ingeweven, hè? In de mensen door de God. Net als een breiwerk, hè? Je gaat breien, weet je, of haakwerk. Nou, zo is de liefde geweven in ons leven. En als je Jezus ziet, hoe hij gewandeld heeft... Nou, ook een en al liefde, hè? Als er iemand gezondig heeft. Hij gaat niet tegen iedereen zeggen, vlak voor de mensen. Oh, ja, maar zij heeft dit en dat gedaan, hoor. Ja, moet je eens kijken, hè. Weet je, met die vrouw bij de put ook. Hij spreekt ze apart, onder vier ogen. Dat is ook liefde van hem, om haar te sparen. Want je weet hoe mensen zijn, hoe hard ze zijn. Als je eenmaal een dief bent, ben je altijd een dief, zeggen ze. Als je eenmaal dit gedaan hebt, kijk eens je daarvoor aan. Terwijl je al die jaren veranderd bent. En ook anders wil. Ja, dat is in de wereld zo. Dat is waar. Daarom mogen wij niet veroordelen. Hè? We moeten altijd aan God overgeven de veroordeling. Wat ook al ben je niet mee eens met iets. Maar mag je nooit veroordelen. Ook al zeg je, ja maar die is fout hoor. Helemaal fout. Niet veroordelen, gewoon aan de Heer geven en de voorbidden. Dat is het beste. Dat heb ik ook moeten leren hoor. Ik heb vroeger ook heel wat gezegd van anderen. Als er iets gebeurd was. Maar de Heer heeft mij wel geleerd. Hou je mond dicht. Ja. Mond dicht houden, je krijgt alleen narigheid van. Ja, want waarmee je een andere oordeel... God zal je er ook over oordelen. Ja, dan krijg je ook de oordeel van God. Want er staat ergens in spreuk, ik weet niet precies hoe het staat, maar er staat, het is een eer om dat de koning een geheim bewaart. Het is een eer dat hij niks, een geheim openbaar maakt. Daar staat het in. En de koning, dat is God zelf. Hij weet wanneer hij moet zwijgen en hij weet wanneer hij moet spreken. En die hele grote liefde van Jezus en van God dan, hè, door zijn zoon, dat kun je ook zien aan het kruis, hè, dat verhaal van het kruis. Hoe lief God de wereld heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus Jezus ging niet zomaar aan het kruis. Hij had wel strijd hoor. En natuurlijk zo geslagen en zo verwond. Dus
Dat is niet voor niks en daarom laten wij in de Heer blijven en in zijn liefde. Dan zul je merken dat God nog veel zegeningen voor je hebt. En daarmee wil ik eindigen en ik wens jullie een hele fijne avond.